Ja, naast u al gezegd heeft dat er wel in staat. Maar ik denk dat het contract niet goed doorgenomen hebt dan, iemand staat er wel in. Nog tussenkomsten, collega De Neve. Dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt voor de toelichting. Eerst en vooral rond het betrekken van de jeugd wou ik toch even erop terugkomen, omdat wij toch wel raar vinden dat u zegt van eerst moet de gemeenteraad daarover beslissen en dan mag de jeugd daar zijn zeg over doen. Ik denk dat het ongebruikelijk is. Ik denk dat het eigenlijk vooraf is dat de jeugd of dat er adviesorganen geraadpleegd worden en dat dan op basis daarvan een beslissing kan genomen worden door de gemeenteraad. Dus u draait de zaken een beetje om. En dan wil ik verder gaan op de vraag van collega Annie. We weten dat we voor een periode van 18 maanden gaan, dus dat is, of 16 maanden, dat maakt het voor ons wel een andere zaak in onze stellingnaam. Dus er zijn een aantal zaken die onduidelijk blijven, maar de periode is niet zo lang. Dus ik denk dat dat ook wel aangeeft dat jullie nog zoekende zijn en dat het risico is ook niet zo groot dan. Dus ik denk dat de vraag van Annie ook wel belangrijk is, vanaf wanneer zal eigenlijk het allemaal in orde zijn, vanaf wanneer zal de huur dan eigenlijk echt ingaan? Want er is een opschortende voorwaarde, het contract is zogezegd gratis, zolang het niet allemaal in orde is. Wanneer denkt u dat het allemaal zal in orde zijn? Nog tussenkomsten? Ik heb en nog een bijkomende. Als ik het nog twee kleine bijkomende vragen in verband met de veiligheid naar boven. Er moet ook een trapleuning voorzien worden. Een stevige trapleuning staat er in het advies. De raming die maakt eigenlijk melding van een leuning van 50 euro, als ik het goed gelezen heb. Dat lijkt mij geen stevige trapleuning. En rond de elektriciteit hadden wij ook graag nog toelichting hoe daar die kostprijs, hoe dat in elkaar zal zitten, hoe dat zal verrekend worden. Collega Willems. Ja, ik zou toch nog graag een duidelijkheid willen over de raming. Ik zie hier inderdaad een document, dat Excel-document, waarop dat er staat voor 2019 21.448. Het gaat hem daarover waarschijnlijk. Hè. Maar dat gaat hem over de werking. Hè. Ik stel dan vast dat we dus bij dit bedrag nog het bedrag moeten tellen die we dan hebben in het document, de raming voor Las Vegas. Die 7.245 euro, of is het 2.829 euro, want er staan daar verschillende mogelijkheden in. Dus het is mij niet echt heel duidelijk van over welk bedrag dat we nu spreken. Het is duidelijk wat dat die werking is, die 28 of die 21.000 euro. Maar de kostprijs voor de werken daar, hoeveel bedraagt dat nu eigenlijk? Want het is toch wel belangrijk als we hier een goedkeuring geven. Ik wil dat toch wel een keer meegeven, dat we weten over welk budget dan we spreken. Nu over de werking, die in de 20.000 euro, daar kan ik mij nu wel in vinden. Omdat je inderdaad daar zit met een huurprijs, moet je uiteraard je elektriciteit en water betalen. Dus dat is eigenlijk de logica. Maar dan hebben we dan dat document over die kostprijs Las Vegas. De werken die moeten uitgevoerd worden, maar daar zijn er twee opties. Het gaat dan daar over 2.800 of 7.200, dat is toch wel een verschil. En over welk bedrag gaan we nu, over welk bedrag heeft u in uw hoofd dat we hier kunnen met kennis van zaken gaan goedkeuren? Collega Van Hoven. Dank u wel, voorzitter. Ook wij ondersteunen die vraag van collega Willems. We zien daar geen duidelijkheid in. Krijgen wij dat nog naderhand? Hoe zegt men dat, als het kalval verdonken zal zijn? Een kleine bemerking. Tijdens uw betoog was mij opgevallen dat u ging stranden. Ik had ervan uit dat u ergens gaat landen met dit dossier. En niet stranden, want dat ziet er al helemaal niet goed uit. Wat de senioren betreft, dank om daar inderdaad ook aandacht aan te besteden. U weet dat wij verwijzen naar de situatie van de burggraven, waar dat relatief kleine investeringen ook goede zaken hadden kunnen gebeuren. En dat zien wij dus niet komen. Schippenketels. Goed, collega Paul, over de jeugd. Dat u zegt
dat wij de omgekeerde werking doen. Ik denk dat wij al verschillende zaken weten wat er leeft binnen onze gemeente. We hebben ook 2 enquêtes gedaan. Ik denk dat wij ook een denkdag gedaan hebben waarbij u ook zelf aanwezig was op 1 april, samen met de jeugd. Ik denk dat we... Maar goed, ik denk dat iedereen uitgenodigd is. Iedereen is uitgenodigd. Er waren verschillende mensen vanuit de raad aanwezig. Ik denk dat je ook bij Meetjesman duidelijk de enquêtes gezien hebt en toegelicht gekregen hebt. Dus ik denk dat we duidelijk weten wat de noden zijn binnen onze gemeente. Er is duidelijk vraag naar een jongerenontmoetingscentrum. Dus die zaken gaan we zeker en vast meenemen. En wil ik ook wel schetsen dat dus de noden zeker geweten zijn en dat we nadien de werking verder gaan uitwerken met de jongeren die erop afkomen. Dus we gaan daarvoor een engagement nemen met de jeugddienst. En ook, we hebben ook de jeugdraad die volledig zijn engagement daartoe gegeven heeft. Over de veiligheid, over de leuning, de raming, kan ik ook zeggen, collega's, dat is de raming die de dienst meegegeven heeft. Ik zal dat nog een keer zeker en vast meegeven. Dat die raming €50 misschien wel iets te laag is gegrepen en in functie van het brandweerverslag, maar ik ga er ook vanuit aan de dienst toch wel kunnen kijken in functie van het brandweerverslag welke raming dit moet zijn, maar ik ga die opmerking zeker en vast meenemen. Over de kostprijs, collega Martien, wil ik, dus er zijn 2 keuzes. We hebben eigenlijk geopteerd voor het opstart van het jongerenontmoetingscentrum binnenuit de dienst van jeugd te kijken in welke opkomst zal er zijn, maar voor de werken optie 2 te kiezen, dus de goedkoopste optie, zodanig dat we nog niet zitten met die keuken te plaatsen. Optie 1, die 7.200 en een beetje. Dus wij zouden kijken naar de keuken, die keuken nog met wachten en de andere optie waarbij dat we de basic zaken zullen doen en de verdere uitwerking dan opstarten met de jongeren voor dit mee te nemen in het meerjarenplan met de kosten die nog op ons afkomen voor de verdere uitbouw van het jongerenontmoetingscentrum. De goedkoopste optie. Collega De Neve. En nog een vraag die ik niet beantwoord kreeg. Vanaf wanneer hoopt u effectief dat het huurcontract zal ingaan? Schepen. Dus wij gaan het engagement aangaan als de gemeenteraad akkoord is, dus vanaf 1 juni. Wij gaan nog niet betalen. Zolang alle werken die opgestomd staan in het contract niet zijn uitgevoerd, zullen wij dit ook niet betalen. We zijn nu al wat druk aan het zetten, ook voor de uitvoering van de werken. Wij hopen voor rond de periode na de vakantie of misschien tijdens de vakantie al een opstart te kunnen doen. Maar ik denk dat wij het infomoment eind juni plannen en dat alles dan zeker en vast toch wel normaal tegen 1 juni de werken zouden moeten uitgevoerd worden. De invulling en de inkleding, dat zal gebeuren in samenspraak met de jongeren. Maar we willen dat, omdat de periode ook van 16 maanden is, waarbij wij ook wel een engagement willen nemen voor toch wel een verdere huur. Maar wij starten met 16 maanden, omdat nog een tal van zaken werkende zijn, is dat de ideale locatie waarbij wij een evaluatie moeten maken. Maar wij hopen dat zo snel mogelijk toch wel te integreren en het ook feestelijk te openen met onze jongeren met een grote opkomst. Collega's, zijn er nog opmerkingen? Ja, collega Van Hoog. Nog een laatste van mij, wat mij betreft. Ik vind het jammer dat je niet antwoordt op de vragen van de senioren op een duidelijkere manier. Dat is 1 punt. 2. Hoe gaat men hierover verder communiceren? Of is dat al gebeurd ondertussen door de 2 voornaamste schepenen van het college? Johan, ik wil nog een keer terugkomen. Wat communiceren? Hiërarchie? Communiceren over dit dossier. Ja, goed. Over wat spreken we nu vanavond? Communiceren over het dossier. Ik denk, na de raad mogen wij dit communiceren als wij een akkoord hebben voor daarmee verder te gaan. Wij zullen ook een uitnodiging sturen als het startmoment plaatsvindt. En wij gaan het ook kenbaar maken aan iedereen, die invulling. Hetgeen ik ook wil benadrukken, in ieder partijprogramma stond dit geschreven. En ik hoop dat dat ook in de praktijk wordt omgezet. Ik denk dat we allemaal genegen zijn voor een jongerenontmoetingscentrum binnen onze gemeente. Er zijn nu opportuniteiten en mogelijkheden waarbij dat we samen met de jeugddienst en met de verschillende diensten nog wel iets moois op korte termijn kunnen opstarten.
Er is nog redelijk wel wat werk, maar ik denk met de jongeren samen kunnen we daar zeker en vast iets moois van maken. En het is de bedoeling, over het kostenplaatje zou ik ook graag dan vanuit de diensten, dat is ook afgetoetst, dat we ook vanuit de diensten, nadat we toch de verdere opstart gedaan hebben, dat we dan zouden kijken in de gemeenteraad van augustus, voor nog een kort overzicht over het financiële plaatje, omdat we dan ook al meer duidelijkheid gaan hebben over verschillende zaken die we ook zullen meenemen misschien in het meerjarenplan en enkele beslissingen die genomen zijn vanuit de diensten en samen vanuit het college. Collega's, kunnen we overgaan tot de stemming? Collega De Neve, nog kort misschien? Wel, ik wil toch graag nog wat uitleggen over de manier hoe de jongeren zullen betrokken worden. Heeft u daar een plan van hoe je de jongeren gaat bereiken, hoe je ze zal aanspreken? Zal er met een vrijwilligerspool gewerkt worden? Heeft u daar ideeën rond van hoe de mensen gaan geworven worden of aangezocht worden? Heeft u al een aantal mensen die paraat staan om mee te werken? Zal iedereen de kans krijgen om toe te treden tot een medewerkersploeg? Hoe gaat u dat aanpakken? Schepen. Goed, collega. Ik weet dat de dienst zeker en vast al bezig is voor het moment met de voorbereiding. Maar wat ik wel al weet, is dat we ook sowieso de scholen zullen bewandelen. Er zullen bepaalde acties ondernomen worden. We hebben ook al een aantal mensen die zichzelf hebben kenbaar gemaakt, die zich het project genegen zijn en die dat ook mee willen opstarten. Maar vanuit de dienst zal daar zeker en vast een volledige uitwerking voor komen voor toch het startdag of het startschot die we willen geven, dat de opkomst en dat we ook iedereen kunnen bereiken, gekoppeld met alle jeugdverenigingen die we ook samen met de jeugdraad zullen contacteren. Okay, dank u wel. Collega Luca. Dank u wel, voorzitter. Ik ben toch eigenlijk wel een beetje, het is geen vraag, een beetje verrast. Ik dacht dat iedereen in het programma staan had dat een jeugdhuis toch wel prioritair was. Ja, nee, maar ik dacht, als ik zie hoeveel tijd en hoeveel vragen en uren Kenny al zich een stukje heeft moeten verdedigen voor een dossier. Ik hou mijn hart vast als wij het meerjarenplan doen. Het is een budget boven de 30.000 euro. Dan hou ik mijn hart vast hoe lang de discussies en dergelijke gaan duren. Maar ik vind, het is nodig. Het gaat hier om 16 maanden. Het gaat om een budget van, laten we zeggen, ruim, dat er nog van 30.000 euro. Ik vind dat het project alle steun verdient. Dank u. Dan gaan we over tot de stemming. Ik denk, met uw achtergrond, meneer Luca, of Stefan, dat je wel vindt dat belastingsgeld op een goede manier besteed wordt. Dat denk ik toch. Wij vinden dat allemaal. En dan denken wij ook dat als er een dossier voorbereid wordt, dat dossier moet in orde zijn, of toch grotendeels in orde. Vooraleer dat we ons handtekening zetten, bij manier van spreken, om geld te geven aan bepaalde dingen. Dus het lijkt mij ook logisch, als er vragen zijn, dat er ook vragen gesteld zijn. Dat is ook een vorm van democratie. U kunt dat vervelend vinden, zeker vanuit de meerderheid, maar dat is dus ook wel onze taak natuurlijk, vanuit de gemeenteraad. Collega's, we gaan over tot de stemming. Wie? Ik wil kort tussenkomen. Het is geld voor onze eigen mensen. Het wordt goed besteed. Maar ik hoor wel dat ze liever hebben dat geld naar het buitenland gaat. En dat wordt niet goed besteed. Daar is er geen enkel controle op. Daar is er geen enkel controle op. En daar wordt er geen woord over gezegd. En nu dat alles bloot en blank is, zitten ze te fitten en te zorgen en te zeuren. Ik vind het triestig dat zo'n project, want u weet, wij hebben altijd tegen Tentakel geweest vanuit ons standpunt, want dat was slecht geleid. Nu krijgen die mensen door een jeugdhuis en daar wordt er over gezorgd en geneut tot en met. Ik vind het een beetje een triest geval. Natuurlijk, dat is mijn persoonlijke mening daarover. En geld naar het buitenland, ik liever niet. Ik ga liever dan hier een keer inklopen. Mevrouw Pissan. Voorzitters. Ik stel vast dat het Vlaams Belang voortzet wat het op de weten of sociale media doet, namelijk dingen lanceren die niets te maken hebben met de inhoud van het bericht of het punt van de agenda. Wij zullen dit meekeuren, meegoedkeuren. We gaan meestemmen. En daarmee is ook alles gezegd, denk ik. Hè? Wij willen dit echt een kans geven, maar ik denk dat het onze taak is, samen met u schepen,
Hé, want u knikt als het Vlaams Belang zegt dat we... Hé. Ja, u was aan het knikken, u bevestigde. Ik denk dat het onze taak is om goede dossiers te maken, om dingen duidelijk te stellen en om duidelijkheid te brengen voor iedereen. Voor ons, voor de mensen die wij hier vertegenwoordigen en voor iedereen. Zoals mijn collega zei, dat gaat over het financiële, maar dat gaat ook over het inhoudelijke. En dat dat tijd kost, dat is misschien jammer voor sommige mensen. Hè. Maar wij zijn gemotiveerd om hier constructief aan mee te werken. En ik vind het bijzonder jammer dat dit op zo'n manier moet afgesloten worden. Dit doet hier niets ter zake. Het woord buitenland is hier niet genoemd. Wij zijn pro en wij zullen meestemmen. Maar wij hebben het recht, denk ik, en we zijn samen met u bezorgd om dingen goed te doen. Collega's, en ik denk dat iets is dat ons verbindt. We gaan over tot de stemming. Klaar en duidelijk te zeggen dat ze altijd kijken naar wat anders, maar vroeger was Tentakel in de handen van Groen. En daar heeft allemaal misgelopen. Collega's, we gaan de discussie niet... We gaan de discussie niet verder openen. We gaan stemmen over het punt, het derde punt. Collega... Wie gaat akkoord met een nieuwe thuis voor de jeugd van Evergem? Graag uw goedkeuring. En kijk een keer daar, het is eenparig. Ik heb nog een dienstmededeling, collega's. Voor zij die nog niet hebben kunnen eten, er liggen broodjes in de zaal 1, de zaal waar wij normaal gezien ook pauzeren. Ze liggen daar al van bij de aanvang van de raad. Dus mocht er iemand honger hebben, jullie kunnen gerust een broodje gaan halen. Moet nu niet allemaal weglopen. We gaan naar het volgende punt van Schepencollege, punt 4. Ik geef het woord aan Schepen Rogier. Ja, punt 4. Goedenavond, collega's. Punt 4 gaat over de wijziging van de straatnaam van een deel van de Kalmansputstraat naar de Hupsweg. Dit is puur een uit praktische overweging. Zijn er tussenkomsten? Nee, dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Dank u wel. Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? 1 onthouding. Ja, zegt u maar. Is een persoonlijke mening. Ik ben niet fier op het feit dat we een Hipsberg hebben. En ik vind de naam Hipsweg dan ook geen meerwaarde voor onze gemeente. Het volgende punt, het vijfde punt van het Schepencollege. Schepen Rogier. Ja, het volgende punt gaat dus over puntje 5, over de onteigening in het kader van een nieuw bedrijventerrein in Riemen-Noord. Dat kadert eigenlijk binnen de volledige projectziede van 120 hectare. Daarvan is er 40 hectare koppelingsgebied tussen de Kerweg en de Kalmansputwegel. 70 hectare daarvan is eigenlijk een terrein met havengebonden terreinen, dat in concessie is van Noord-Seaport. 10 hectare daarvan is eigenlijk volgens het gewestplan bepaald in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter. Het is eigenlijk de bedoeling dus dat die landbouwbedrijven en die woningen dan er momenteel staan, dus in strijd met de gewestplanvoorschriften, dat die moeten verdwijnen, maar wel dat de bestaande bedrijvigheid vrijwaard wordt. Dus schijnwerkerij Andries, garage Nijt en Batek kunnen blijven. En ook de woning gebonden aan de bestaande bedrijven kunnen ook blijven. Het is ook een project dat volledig kadert binnen onze klimaatplan. Dus op vlak van klimaatadaptatie wordt er waterbuffering voorzien. Anderzijds wordt er ook een volledige groenbuffer gerealiseerd. Er zal 1 boom per 100 vierkante meter moeten geplaatst worden. Er zullen ook voortuinstroken voorzien worden, waarvan dat er 30% onverhard dient te zijn. En anderzijds op vlak van mitigatie zonder veilige fietswegen gelegd worden, streven we ook naar... is het eigenlijk verplicht om in te zetten op CO2-neutraliteit. Ik wil nog wel een keer het algemeen nut van die onteigening kaderen uit de conclusie van de projectnota. En die beschrijft, met de ontwikkeling van de bedrijventerrein wordt de bedrijvigheid geactiveerd en worden kansen gegeven aan regionale bedrijven. Al daar reeds gevestigde bedrijven kunnen groeien, bestaande bedrijven krijgen de mogelijkheid zich naar daar te herlokaliseren en nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Met de ontwikkeling
wordt uitvoering gegeven aan het gewenste ruimtelijk en economisch beleid. Met de ontwikkeling wordt één gebundelde ontsluitings- en toegangswegenis gerealiseerd voor alle bedrijven binnen het bedrijventerrein. Met de ontwikkeling wordt in het zuiden een groen buffer op Talu aangelegd en wordt vermeden dat bestemmingsverkeer voor het bedrijventerrein nog langer doorheen de dorpskern van Riemen komt. Met de ontwikkeling wordt een gescheiden rioleringsstelsel met infrastructuur voor regenwaterhuishouding aangelegd voor alle al daar gevestigde bedrijven. Dus ja, het Hollands complex is ook al ingehuldigd, dus het verkeer kan via de R4 volledig ontsluiten. Er is inderdaad ook al een nood aan extra bedrijventerrein in Everhem, wat ook blijkt uit het dossier. Graag jullie goedkeuring. Zijn er tussenkomsten? Nee? Dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? En wie onthoudt zich? Dank u. Punt 6, Schepen Rogier. Ja, punt 6 gaat over een verkaveling intervenen. Geen grote verkaveling, het gaat over twee loten. Waarom komt dit op de gemeenteraad? Er wordt een deel grondafstand gedaan vooraan om extra ruimte te creëren in de straat. En daarom komt dit op de gemeenteraad. Zijn er tussenkomsten? Collega Colombi. Ja, ik had begrepen uit het dossier dat er geen openbaar groen wordt voorzien. Dat dat afgekocht wordt. Mijn klassieke vraag ook natuurlijk. Maar ik heb ook gezien in de beslissing dat er in de verantwoording, of in het stuk verantwoording, staat welk bedrag dat er moet betaald worden vanuit de verkavelaar. En ik dacht dat er iets van een 15.000 euro was. En dan in de eigenlijke beslissing staat er dat er 9.922 euro moet betaald worden. Is dat een foutje? En waar ligt dan de fout? Zit dat dan die fout bij die 15.000 of zit die fout dan bij die 9.000? Dat was mij niet zo duidelijk. Natuurlijk vinden we het jammer dat dat groen weer afgekocht wordt, maar gewoon voor de duidelijkheid, welk bedrag is het? Schepen Rogier. Ja, het bedrag is dus 15.349,5 euro. Hier is het 5% aan 150 euro per vierkante meter dat moet afgekocht worden. Waarom is het 5% en niet 8%? Omdat de densiteit lager ligt dan 15 woningen per hectare. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen beide. Die 9.922 euro, dat gaat over de geplande werken die gerealiseerd moeten worden voor die verkaveling mogelijk te maken. Collega Colombien. Dus dan zult u waarschijnlijk artikel 3, paragraaf 4 moeten aanpassen, dat bedrag, en daar 15.000 moeten van maken, geen 9.000 en zoveel. Dus datgene klopt wat u zegt. Artikel 3, paragraaf 4, groenaanleg. En men moet het bedrag van 9.922,61 betalen. En u zegt daarnet van het is 15.000. Dus in de verantwoording staat er 15.000 en daar staat er 9.000. Dus ik vermoed dat dat fout is. Ik ga er eerst een keer mijn rekenmachine bij pakken. Dus 103,33 maal... Ja, dus het is die groenzone dat minimaal te voorzien is 102,33 vierkante meter, vermenigvuldigd met 150 euro. Dat is dan 15.349,5 zoals in de verantwoording staat. Bedankt voor die opmerking. Inderdaad, ik vraag eigenlijk een tekstwijziging om dat aan te passen in het artikel, zodat we... Anderzijds geeft aan, Eddy, om die groenzone, dat ze gecompenseerd wordt, maar we kunnen eigenlijk niet veel realiseren op 100 vierkante meter. Hè. Daarom is het wel beter eigenlijk om ergens anders een grote zone te realiseren. Hè. Het is eigenlijk toch bijna onmogelijk hier bij die twee kavels om een publieke groenzone te realiseren. Ja. Collega Colombien. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk, daar verschillen we ferm van mening, dat weet u. En wij zijn ook voorstander om die 5%, omdat we dat te weinig vinden, dat ook naar omhoog te trekken. Maar goed, dat is een discussie die we al verschillende keren gevoerd hebben en die ik telkens zal aangeven dat we daar natuurlijk niet mee akkoord zijn, dat we dat vinden dat een gemiste kans is telkens om die groen te laten afkopen door verkavelaars. We zitten daar op een andere golflengte, maar goed, dat is niet helemaal zo. Ja, ik vind het een kans met die 15.000 euro dat we daar eigenlijk wel kwalitatiever groen mee kunnen realiseren dat duidelijk ruimtelijk ingericht is. Zijn er nog tussenkomsten? Nee, dan gaan we over tot de stemming. Ja. We hadden ze genoteerd. Dus ja, oké, wie gaat akkoord met de tekstwijziging?
Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? Dan gaan we over het gewijzigde punt stemmen. Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? Dank u. Ja, de algemene vergadering van Westleden. Ik geef het woord aan de burgemeester. Collega's, de volgende punten zijn intercommunales die in de loop van de maand juni plaatsvinden. Punt 7 is intercommunale Westleden, algemene vergadering van 5 juni. De agenda en het stemgedrag. Nu, wat zijn de agenda's op elk van die intercommunales nu? Dat is kwijting geven aan de bestuurders van de vorige bestuursperiode. De jaarrekening van 2018. Kennis nemen en goedkeuren. En het beleidsplan van 2019 tot 2025. Dat is zowel voor Westleden, zo voor IMEWO, voor IVM en voor Veneco straks. Maar dus eerst graag de goedkeuring voor puntje 7, Westleden, waar François Verkruijsen en Patrick de Wulf onze vertegenwoordigers zijn op de vergadering van 5 juni. Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? Dank u. Punt 7, burgemeester. Ja, dat gaat over IMEWO, de algemene vergadering van 24 juni 2019. Dus agenda en vaststelling, terug dezelfde zaken, kwijting bestuurders, jaarrekening, beleidsplan. Graag uw goedkeuring. Zijn er tussenkomsten? Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? Collega's, voor punt 9 moeten we de vertegenwoordigers aanduiden op de algemene vergadering van IMEWO. Dat punt dat we daarnet hebben goedgekeurd. Onder punt 8. Er zijn 2 voordrachten gebeurd namens de meerderheidsfracties. De voordracht van Josse Verdehem en Françoise Verkruijsen. En voor de sterkfractie Johan van Hoven en Vicky van Hiefte als plaatser. Collega's, terwijl er geteld wordt, stel ik voor dat we verder gaan met het volgende punt. Algemene vergadering IVM, burgemeester. Ja, collega's, 12 juni. Daar zijn de vertegenwoordigers al aangeduid. Ook hier kwijting bestuurders, jaarrekening en beleidsplan 1925. Zijn er tussenkomsten? Nee, dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? Dank u.
Het 11e punt, jaarvergadering Venico, burgemeester. Ja, jaarvergadering 20 juni, vertegenwoordigers zijn aangeduid. Ook hier kwijting bestuurdersjaarrekening en beleidsplan 1925. Zijn er tussenkomsten? Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? En... ja. Hebben we hier zo vriend? 12e punt, burgemeester. Collega's, dat is de goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW over het gebruik van elkaars diensten. Collega's die vorige bestuursperiode in de gemeenteraad hebben gezeten, die weten dat we daar al heel veel jaren mee bezig zijn. En dat onze beleidscoördinator Mieke Nali dat ook bij vele andere gemeenten is gaan vertellen hoe dat we dat eigenlijk hebben aangepakt de voorbije jaren om die ondersteunende diensten van gemeente en OCMW te integreren. De laatste aanpassing was, denk ik, de dienst personeel en financiën op de gemeenteraad ergens in het jaar 2017, eind 2017. Nu, het is goed om bij aanvang van de bestuursperiode die beheersovereenkomst te actualiseren. Dat is geen grondige inhoudelijke wijziging, maar het is wel het aanpassen van de tekst aan het decreet lokaal bestuur. Dus het is eerder een formele oppoetsing. Meer dan een inhoudelijke bijsturing. Maar ik denk dat dat echt iets is wat wij de voorbije jaren op een goede manier hebben kunnen doen, die integratie van gemeente en OCMW. Vandaar dat dat ook bij ons in Everhem toch wel in hoge mate is gedragen over alle diensten heen. Zijn er tussenkomsten? Collega Van Hoven. Ja, juist in korte, in de tekst staat nog iets over project X. En ik had begrepen dat daar nog verder in rondgewerkt wordt, maar ik zag in een van de college notulen dat dat stilgelegd werd of wordt, dat project. Heb ik dat fout op? Staat toch in de college notulen dat men daar niet verder mee gaat doen? Wat is dan de juiste reden daarvoor? Heeft dat niet veel opgebracht? Of wat is... Burgemeester. Nee, Johan, dat dossier is in die zin rond dat er een voorstel ligt. U zult zich wellicht wel herinneren uit soortgelijke oefeningen die ook in het verleden al zijn gebeurd, dat er een verschil is tussen wat wenselijk is en wat mogelijk is. En we zijn ervan overtuigd dat alle voorstellen die daar worden gedaan, dat die wenselijk zijn. Maar we moeten voorzichtig zijn. En wij komen later dit jaar, en dat zal parallel lopen met het meerjarenplan, naar de gemeenteraad met de keuzes die zullen gemaakt worden voor de komende jaren wat betreft de concrete invulling. Want ook daar zullen we, gelet op de budgettaire mogelijkheden die we hebben, zullen wij prioriteiten moeten stellen. Zonder vooruit te lopen op die beslissingen. Je weet dat we eind vorige bestuursperiode, eind 18, dat we een summiere wijziging van het kader hebben gedaan om vanaf dit najaar het callcenter en het werken op afspraak kunnen mogelijk maken. Dat was een voorafname die toen is gebeurd. Dus die invulling die gebeurt, en dat is ook denk ik recent uiteengezet nog een keer op de commissie, dat dat in het najaar zal kunnen starten. En dat voor het overige het aanvoelen is binnen ons bestuur, binnen het college ook, dat we op vlak van vrije tijd, dat we daar eigenlijk een voortrekker zijn in de regio. Dat als we daar goede punten aan, dat natuurlijk een mogelijkheid is om dat nog te optimaliseren en nog zware bijkomende investeringen te doen, ook op vlak van personeel. Maar dat de prioriteiten wellicht vooral zullen moeten gesteld worden in onze harde sector. Openbare werken, omgeving. En hoe ver dat we daar kunnen in gaan en het optimaliseren van onze personeelsformatie, dat is een oefening waar we nu mee bezig zijn. Maar op zich, het externe werk is af. Het is alleen de berekening van welke beslissingen hoeveel kosten de komende jaren en ook het ogenblik waarop die verschillende functies zouden worden ingevoerd of zouden worden gewijzigd, die nog momenteel berekend wordt, maar die zeker voor het einde van het jaar samen met het meerjarenplan aan de gemeenteraad de goedkeuring zal worden voorgelegd. En waarbij dat we ook zullen zeggen van kijk, we zijn het met jullie eens dat het ook in een ideale wereld wenselijk zou zijn om die functies nog in te vullen. Maar wij hebben gelet op de budgettaire beperkingen ervoor gekozen om de uitbreiding te beperken tot dit, dit en dit.
Maar het gaat voor alle duidelijkheid over een uitbreiding. Niet over een inkrimping van personeel, over een uitbreiding. Maar de hoegroetheid van die uitbreiding moet eigenlijk nog bepaald worden. Gelet op de financiële situatie. Collega Van Hoog. Ja, dank u, voorzitter. Lijkt me inderdaad een goede insteek. Ja. Wat dat wenselijk is en wat dat haalbaar is, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Zou het mogelijk zijn om dat dossier, of het laatste dossier, nog een keer te kunnen inzien? Want ik kan het niet direct terugvinden op Cobra. Want ik kan me niet herinneren dat wij de laatste uitgave of het laatste verslag daarvan hebben gezien. Ik denk dat was Wendy die dat heeft toegelegd. De commissie van dan is dat februari wellicht, dat is toegelegd toen door Wendy Ares hier op een van de commissievergaderingen. Goed, de vraag kan gesteld worden, Johan, of neem gerust contact op met Wendy. Ze zal u de documenten bezorgen of erin zagen leggen. Oké, collega's, zijn er nog tussenkomsten? Dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? Ik geef u de uitslag van de stemming mee. Aanduiding van de vertegenwoordigers van IMEWO. Josse Verdegem, 24 ja-stemmen. Johan van Hoven, 6 ja-stemmen. Er is 1 blanco-stem. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Françoise Verkruijsen, 23 ja-stemmen. Vicky van Eijften, 7 ja-stemmen, 1 blanco-stem. Voor het 13e punt geef ik het woord aan Schepen Rogier. Ja, dit punt gaat over de gratis rondafstand van de wegenis in de verkaveling, toen genaamd Rijbroekstraat-Hoevenstraat. Dat gaat vooral duidelijkheid over de Hoveniersstraat, Schuurstraat. Graag jullie goedkeuring. Zijn er tussenkomsten? Nee, dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Dat is unaniem. Het volgende punt geef ik het woord aan Schepen Huisman. Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, goedenavond. Voor dit punt vraag ik u de goedkeuring om ons voormalig administratief centrum in Kluizen via een gewone openbare verkoop te laten verkopen. Zoals u weet hebben wij het geprobeerd om dus in eerste instantie dit gebouw, dat geschat was op een €254.000, om dat te laten verkopen via een online verkoopplatform genaamd Bidit. Maar er zijn geen biedingen gekomen en na overleg zou het de bedoeling zijn om met de notaris een echte klassieke openbare verkoop te proberen om te kijken welk bod we nu kunnen ontvangen en als er echt wel geïnteresseerd zijn om met dat dossier verder te gaan, want we willen dat graag verkopen. Graag uw goedkeuring, alstublieft. Er was een vraag in de commissie, wanneer zou dat kunnen plaatsvinden? Het zou de bedoeling zijn om daar inderdaad mee door te gaan, nu het dossier nog warm is. Dus eigenlijk zou de verkoop, na het goedkeuren van dit punt, zou de verkoop in juni nog kunnen plaatsvinden. De traditionele openbare verkoop. Graag uw goedkeuring, alstublieft. Dank u. Zijn er tussenkomsten? Dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Een paar. Het 15e punt van het Schepencollege. Schepen Rogier. Ja, dat puntje gaat over de subsidieaanvraag voor de aankoop van de gronden. Bebossing Doornzeelse Straat en aan het koppelingsgebied Kerkbrugge. Oost, het heeft ongeveer een oppervlakte van 1,1 hectare en is dus gelegen langs Doornzeelstraat tegenover de werk van de akker. Graag jullie goedkeuring voor deze subsidieaanvraag. Zijn er tussenkomsten? Nee, dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Eenparig. Schepen Huisman. Wel, voorzitter. Bij het volgende punt vragen we u de lichting van een optie. Zoals u weet hadden wij 2 opties voor 2 stukken grond gelegen aan het Oostveld, aan de Kerkstraat. Die palen aan de site van ons HBS Sleidingen. Het is zo dat we de eerste optie reeds gelegd hebben en het eerste stuk grond al aangekocht hebben.
Nu, om ons toekomstplannen aan de site verder te kunnen bewerkstelligen, zal ik maar zeggen, vraag ik u nu de aankoop of de lichting van de tweede optie en de aankoop van het stuk grond gelegen in woonuitbreidingsgebied, opgemeten op 2576 vierkante meter voor een bedrag van €202.500, zoals in de optie gesteld. Graag uw goedkeuring, alstublieft. Zijn er tussenkomsten? Nee, dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Eenparig. Het volgende punt, Schepen-Rogier. Ja, puntje 17 gaat over de gratis grondafstand van de Wegenis in de verkaveling Kouwenbroek. Dat gaat over de straat de Weverstraat, Lijnwaardstraat en Roodweg. Graag jullie goedkeuring. Zijn er tussenkomsten? Gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Ook eenparig. Het reglement van de sportverenigingen, punt 18, schepen, ketels. Goedenavond, collega's. Het reglement erkenning van de sportverenigingen ligt voor met een aantal wijzigingen die ook zijn toegelicht. Graag jullie goedkeuring hiervoor. Ik heb ook een nota laten bijvoegen voor de verenigingen die destijds niet erkend waren. Zijn er tussenkomsten? Nee. Dan gaan we over tot de stemming. Wie gaat akkoord? Ik stel voor, collega's, dat we voor de pauze nog de drie fractiepunten behandelen. Dan kunnen we de vragen na de pauze behandelen. Het eerste punt namens Groen, collega De Neve. Voorzitter, Groen vraagt een beslissing over het voorstel om als gezonde gemeente met aandacht voor kansengroepen een charter te ondertekenen. Maar liefst 175 van de 308 Vlaamse gemeenten ondertekenden dit charter reeds. Het concept gezonde gemeente is ontwikkeld voor lokale besturen en heeft als doel de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Het kader richt zich niet alleen op de gezondheidsambtenaar of de schepen van gezondheid, maar op alle ambtenaren of diensten met een hart voor gezondheid. Denk maar aan de jeugddienst, de mobiliteitsdienst, de sportdienst, de zorgcentra. Dus het is heel ruim. En een gezonde gemeente stimuleert haar inwoners om een gezonde levensstijl aan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door een systeem van bewegen op verwijzing te promoten. Everhem kan hier extra op inzetten door mensen uit kansengroepen te stimuleren om bijvoorbeeld met een bofcoach aan de slag te gaan door de financiële drempel weg te nemen voor bepaalde kansengroepen. Dit naar analogie van wat andere steden reeds doen. Concreet stelt Groen voor om het charter te ondertekenen voor gezonde gemeenten. Het dossier bevat het model dat ter beschikking is gesteld. En Groen stelt voor om een budget te voorzien zodat mensen met een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldenbemiddeling zitten een tussenkomst kunnen genieten, waardoor Everhemnaars met dergelijk statuut zonder instapdrempel een beroep kunnen doen op een bofcoach. Schepen-Huygen. Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega Pol. Nu, zoals je weet, organiseert inderdaad de gemeente Everhem al tal van initiatieven om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Onder andere neemt Everhem de regierol op in zaken gezondheidsbeleid in het kader van de eerste lijnzorg. Het is het hoofd sociale diensten die de gemeente vertegenwoordigt in de eerste lijnzone Meetjesland-Oost bij het opmaken van de zorgraad. Nu, daarnaast streeft Everhem naar het behalen van de duurzame doelstellingen en daarnaast tracht ook Everhem de sociale ongelijkheid uiteraard te verminderen. Dat is inderdaad de huidige opdracht van het OCAW met onder andere toekenning van leeflonen, sociale culturele, socioculturele ondersteuning, mantelzorg en zo meer. Nu, al deze initiatieven worden nu opgenomen via een nauwe samenwerking tussen de verschillende diensten van de toekomstige cluster Mens. Met de initiatiefnemers van het charter zullen de nodige gesprekken opgestart worden vanuit de cluster Mens in het voorjaar 2020. En op basis van die gesprekken zal besloten worden om het charter al dan niet te ondertekenen. Principieel staan we wel achter dit charter,
Maar de toetreding en de ondertekening van dit charter dient nog verder onderzocht te worden door onze diensten. Nu wat punt 2 betreft, het BOV-project, dus bewegen op verwijzing, wordt gecoördineerd door Logo Gezond Plus. Zij dienen het project voor de deelnemende gemeenten vanuit Metisland in, waaronder ook voor Evergem. Het kandidaatsdossier werd goedgekeurd door subsidiëring en zal eerdaags starten. Personen kunnen aan het programma deelnemen op basis van doorverwijzing van een huisarts. Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming is bepaald door Ogerand wat de tarieven zijn. Voor personen met verhoogde tegemoetkoming komt het ganse traject op jaarbasis neer op een bijdrage van ongeveer €32 per persoon. Personen die volgens het reglement socioculturele participatie recht hebben op een tussenkomst voor deelname aan culturele en sportieve activiteiten, kunnen dus een tussenkomst genieten voor deelname aan het BOV-project. Volgens onze bestaande reglementen socioculturele participatie. Dit reglement bepaalt dat personen onder de 18 jaar recht hebben op maximaal €150 op jaarbasis, ouder dan 18 jaar €75 per jaar. En in de praktijk komt het hierop neer dat vanaf 2019 dus personen met een verhoogde tegemoetkoming zich in het OCAW kunnen aanmelden met een bewijs van de huisarts voor deelname aan het BOV-project. En hierbij ook recht hebben op de bestaande tegemoetkomingen die ruimschoots de noden dekt. Voor 2020 zal ondertussen ook een evaluatie gebeuren en voor 2020 zal er verder uitgewerkt worden en zullen we daar zeker en vast de nodige centen en gelden voor vrijmaken. Zijn er vragen? Collega De Neve. Dank u wel voor de toelichting, Schepen. Ja, we stellen eerst en vooral vast voor het charter dat er toch al 275 gemeenten dat ondertekend hebben van de 308. Dus ik vind het raar dat Evergem daar niet bij is. Dus vandaar dat ik die vraag stelde. Dus ik noteer dat jullie dat volgend jaar gaan onderzoeken. Dus ik vind het wel jammer dat het niet sneller onderzocht wordt. Ik denk dat met de industrie hier nabij, dat wij, ik wil niet de populist uithangen, maar dat het toch wel noodzakelijk is dat we ons daarvan bewust zijn en dat de burger ook dat gevoel heeft dat wij daaraan werken. Dus dat als eerste punt. En dan rond het punt voor de BOV-coach. Ben ik blij dat jullie daar ook die verhoogde tegemoetkoming bekijken. Maar ik hoop dat de omweg via het OCMW dat geen drempel zal zijn. Ik weet dat andere steden eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat er geen drempel is. Dus die in Gent wordt bijvoorbeeld €1 per kwartier betaald en is het eigenlijk gratis voor die mensen. En ik wil er ook op wijzen dat de toelichting die we hier op de commissie gekregen hebben van Dienst voor Sport, gezondheidspreventie is heel belangrijk, ook om economische redenen. Dat staat duidelijk in het betoog. En ik kan ook bevestigen dat de fitheid van de mensen die eigenlijk een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dat eigenlijk een grote belemmering is om effectief te kunnen starten. Dus wij weten eigenlijk vanuit de sociale economie dat het een grote drempel is om effectief aan de slag te gaan doordat de mensen onvoldoende fit zijn. Dus ik denk inzetten op dergelijk project zou de activering zeer zeker ten goede komen. Dus ik hoop dat jullie daar snel mee starten. Ik weet niet of daar in 2019 al budget voorzien is om die tegemoetkoming te voorzien. Maar ik ben blij dat jullie in alleszins in die richting meedenken. Schiep nu. Ja, Paul, voor punt 1, inderdaad, in verband met het charter, wordt er uiteraard al, het is 2020 dat we dat wensen te finaliseren, maar er zullen al de eerste gesprekken nu uiteraard gevoerd worden in het kader van het meerjarenplan. In de verre dus, en ook bekeken worden en gecontroleerd worden en opgenomen met de diensten, wat er eventueel moet voorzien worden of er eventueel dus extra
budgettering moet voor gezien worden, of er eventueel mensen moeten daarvoor voorzien worden. Dus dat allemaal zullen we nu al meenemen in de gesprekken rond het meerjarenplan en dan bekijken of we dat wel degelijk ja dan nee kunnen op intekenen. Voor het tweede punt is geen enkel probleem, dus daar hebben we dus voldoende dus centen vrij. Dus ook in, met, via sociale culturele participatie, waarbij dat bijvoorbeeld voor armoede ook zelfs extra gelden, de gelden worden verdubbeld via de gemeente daarvoor, die gelden die daarin in dat pakket zitten. En dus voor 2020 zal er dus inderdaad een relatief klein bedrag nodig zijn om dat bij te voegen. En dat zal zeker en vast, dat kunnen we nu al toezeggen, dus dat is geen enkel probleem. Dat jullie daar al stappen gezet hebben, dus wij gaan daar niet nog eens expliciete stemming voor vragen, maar we gaan dat wel opvolgen, ja. Zodat we kunnen zien dat er inderdaad vordering wordt gemaakt. Dank u wel. Oké, dank u wel. De volgende vraag namens Groen, collega De Neve. Wel, voorzitter. Wij vragen een beslissing om het gebruik van herbruikbare luiers te promoten vanuit de gemeente. Groen-Evergem stelt voor om een incentive te geven aan inwoners die kiezen voor dergelijke milieuvriendelijke wasbare luiers. Baby's die hiermee worden grootgebracht, die zijn veel vroeger droog dan hun leeftijdsgenoten. De kleuterjuffen die zullen dat beamen. Dus de leeftijd waarbij men proper wordt, die is eigenlijk ook altijd maar hoger. Dus dat is wel een probleem in de klassen. Dus ik denk dat dat ook wel een pedagogische waarde heeft. Wegwerpluiers veroorzaken natuurlijk ook heel veel afval en die herbruikbare luiers beperken de hoeveelheid dan en zijn op termijn ook veel goedkoper. Ik wil ook erop wijzen dat verschillende steden en gemeenten die premie reeds hebben, dus er is een terugbetaling als inwoners in Gent, Lovendegem, Locristi en Zelzate kiezen voor wasbare luiers, dus daar zijn formules. En Groen vraagt om twee pistes te onderzoeken om het gebruik van die luiers te promoten. Enerzijds zou je ouders kunnen belonen door een eenmalige premie toe te kennen bij de aankoop van dergelijke luiers. Het organiseren van een jaarlijks terugkerende groepsaankoop kan een alternatief zijn voor zo'n premie. En tegelijk vraagt Groen om te bekijken hoe de Evergemse kinderopvanginitiatieven ondersteund kunnen worden die kinderen met wasbare luiers willen opnemen in de crèche. Ja, bedankt voor uw vraag. Natuurlijk moet ik als schepen van milieu die vraag beantwoorden. En ik ben ook een van de jongsten, dus ook al bijna het laatste tijd de luiers waarschijnlijk. Samen met Josse. Ja. Maar het dossier is zeker te onderzoeken waard. Hè. Dus dan moet ik kijken in de omliggende gemeentes. Hoeveel aanvragen zijn er precies? Locristi, Zelzate, Gent. Want inderdaad, het zorgt er wel voor dat de afvalberg serieus verkleind kan worden. Ik hoorde van mijn collega Schepen Ketels dat hij ook al een keer besproken geweest is in het blok, waarbij dat er een keer een bevraging zou gebeuren bij de onthaalouders en dat er ook eens zou geluisterd worden bij verschillende mutualiteiten in verband met de promoties. Dus geef mij de kans om dat dossier alsjeblieft verder te onderzoeken. Collega De Neef. Wij zijn verheugd dat er, en wij zijn natuurlijk akkoord om dat ter stemming te leggen, om dat onderzoek op te starten. En ik wil toch ook meegeven dat wij die vraag stellen, omdat wij op korte tijd toch wel meermaals zijn aangesproken door jonge ouders met de vaststelling van wij zien dat dat in Evergem niet bestaat, in omliggende gemeenten bestaat dat wel. Dus vandaar de vraag. Nu, het is toch even ter aanvulling, ook aan ons is die vraag gesteld. Dus dat was doorgegeven aan de diensten, maar we kunnen stemmen over uw voorstel. Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie onthoudt zich? Reden van onthouding. De zaak is het volgende. Men gaat dat gaan promoten. Men spreekt over promoten, maar gaat men ook financieren? Dat is de vraag. Daarom onthouden we ons daarvoor. Dat onderzoeken, hè. We hebben net beslist om te onderzoeken.
Het derde fractiepunt namens Sterk, collega Van Hoven. Dank u wel, voorzitter. In verband met de leegstand sociale woningen in Evergem. We vroegen ons af hoeveel sociale woningen staan er nu effectief in Evergem leeg en voor hoe lang reeds. We krijgen van burgers die een sociale woning zoeken steeds meer reacties dat er heel wat van dit type woningen reeds heel lang leeg staan en dat het alleen altijd maar het aantal blijft groeien. Hoeveel aanvragen voor het bekomen van een sociale woning zijn er in Evergem en hoeveel worden er toegestaan over de periode sedert 2012 tot nu? Onze voorstel van beslissing is: het gemeentebestuur dwingt de sociale huisvestingsmaatschappijen om binnen minimum 6, maximum 1 jaar dat een woning officieel leeg staat, om deze terug beschikbaar te stellen aan de vele aanvragers of inschrijvers. Indien niet, wordt er een schadevergoeding vastgesteld ter hoogte van het aantal maanden dat de woning nadien nog leeg blijft staan, dus volgens de maximale sociale huur. Deze bedragen worden dan gestort op rekening van de sociale dienst voor gebruik voor sociale huuracties. Schipper Rogiers. Ja, bedankt voor uw vraag, Johan. Om de vraag hoeveel sociale woningen dan precies leegstaan in Evergem, is dat bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij 10 woningen en bij de Volksaard zijn dat er 16. 4 panden zijn verhuurd vanaf juni. 1 pand wordt vrijgehouden voor een herhuisvesting, maar dat ligt momenteel even stil omwille van een geschil. 3 panden zijn in onderzoek om toe te wijzen en dus de 18 overige staan leeg omwille van herstellingswerken. Van de nieuwe bestuursploeg is de leegstand aanpakken topprioriteit. En daarom gaan we daar eigenlijk volledig, zouden we graag een keer heel die reglementering over de belasting rond leegstand proberen herzien. Want bij uw amendement heb ik wel vragen. Ik weet niet of dat wel wettig is, hetgeen dat hier allemaal vraagt. Dus ik zou dat eigenlijk wel graag verder onderzoeken binnen het wettelijk kader die er heerst. En een keer heel de lijst van leegstand onder de loep te nemen op vlak van inventarisatie, op vlak van actualisatie en ook een keer te bekijken wie dat precies allemaal vrijstelling krijgt. Want op vandaag krijgen die sociale huisvestingsmaatschappijen inderdaad een vrijstelling daarvoor. Collega Van de Wallen. Ik zou vanuit de meerderheid een amendement willen indienen. De gemeenteraad beslist in te stemmen met het voorstel van de meerderheid om het reglement heffing op leegstand en verwaarlozing van woningen te herzien en dit in het kader van de huidige automatische vrijstelling van de sociale huisvestingsmaatschappij. Collega Van Hoven. Dank u wel. Ik zou het graag een keer herhoren of dat mensen doorsturen. En het is ons niet duidelijk wat je bedoelt met automatische vrijstelling. Gaat dat hier over een wettelijke bepaling? Bij ons inziens is die mogelijkheid wel wettelijk hetgeen dat wij hebben voorgesteld. Als je nu het gemeentelijk reglement erop naslaat, staat er duidelijk in dat de sociale huisvestingsmaatschappijen vrijstelling hebben van de belasting, zal ik maar zeggen, op leegstand. En dat is de reden van ons amendement. Dat is ons niet wel duidelijk. We dachten dat het over een Vlaamse wetgeving ging. Ik heb daar niet duidelijk in. Wij houden niet te min aan ons voorstel, maar het staat de meerderheid vrij, uiteraard, om een amendement in te dienen. Oké. Zijn er nog tussenkomsten? Nee? Dan gaan we... collega Pesman. Ja, voor zover dat ik weet, is het wel Vlaamse wetgeving. Dat die vrijstelling... Ja. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat ons gemeentelijke reglement in contradictie kan komen met de Vlaamse wetgeving. Of is dat niet de bedoeling? Je hebt toch een hiërarchie in de wetgeving, hè? Mm-hmm. Je kunt strenger zijn, maar je kunt niet... Rogiers. Ja, de dienst heeft mij toch bevestigd dat we daar perfect kunnen op afwijken en dat we dat reglement eigenlijk zelf kunnen bepalen. Want het is al sinds 2010 dat wij nu die belasting op leegstand van woningen en gebouwen in voegen getreden hebben.
eigenlijk een opvolging van de vroegere gemeenteopzendteamen. Dus eigenlijk zouden wij dat graag actualiseren en volledig onder de loep nemen. Collega Van der Hoef. Ja, dat is uiteraard dat het moet geactualiseerd worden. Lijkt ons inderdaad logisch. In 2010 hebben we dat gestemd, maar er was ook die problematiek van die lange leegstand er niet. En ik heb in uw antwoord niet gehoord van hoe lang dat die woningen al leeg staan.